zijn er. Ik kan niet wachten om weer in een attractie te gaan. Laten we even binnenkijken. Hoi. Top, dankjewel. Ja, we zijn er blij mee dat we de kans krijgen om ons steentje bij te kunnen dragen aan heropening van onze branche. Maar de manier mag anders. Zonder test heeft onze voorkeur. En uiteraard liever niet één dag, maar meerdere dagen. Ja, ik vind het echt hartstikke leuk. Het is wel een beetje vreemd zo midden in coronatijd, maar het is wel echt hartstikke leuk. Nou, ik vind het wel leuk dat je een keer weer een dagje uit kan en gewoon iets leuks kan doen in plaats van deze thuis zitten. De dag loopt heel erg goed. Het proces aan de FOC is voor ons totaal nieuw. En voorheen deden we altijd één scan, alleen het entreekaartje. Nu scannen we natuurlijk ook nog een negatief test die we moeten scannen. Dus en alles wat je extra aan de voorkant doet, zorgt voor vertraging als men binnenkomt. Dus we waren daar best een beetje sceptisch, maar het is erg goed verlopen. Daar ben ik erg blij mee. En alle attracties draaien, waaronder de nieuwe achtbaan. Ja, nou, we zijn niet uitverkocht. Maar dat hadden we wel verwacht. We hebben natuurlijk een capaciteit van 2000 man vandaag. Maar bij ons park ja, wel 7.500, 8000 aan kan op piekdagen. Het publiek is vandaag ook echt anders. Je ziet wat meer de echte pretparkfanaten en de achtbaanfans. Die natuurlijk heel graag in Balagos willen. Maar onze doelgroep, de families met kinderen, ja, die wachten nog even af. En dat stukje uitstel, dat is killing. Dat moeten we niet hebben. Ik moest met mijn moeder en iemand die ze kent, moesten we laten testen. Alleen we waren allemaal negatief, dus dat is wel mooi. Maar die test deed wel een beetje pijn, dus om dat dan elke keer weer te gaan doen, toch wel veel. Ik denk, het zou op deze manier natuurlijk wel kunnen, maar ik hoop wel dat zo snel mogelijk, ja, als iedereen natuurlijk gevaccineerd is, dat we dan weer gewoon normaal naar een pretpark kunnen zonder sneltesten en zo. We hadden natuurlijk met z'n allen ook nooit verwacht dat wij zo lang in coronatijd zouden zitten. Dus ik ga hier geen uitspraak over doen, maar wel dat we gewoon in die meivakantie los willen en zonder zo'n test vooraf, gewoon met 1,5 meter, net zoals vorig jaar, dat kunnen we prima aan. Ik moet wel zeggen, het is nu natuurlijk dag 1. Wij zagen het vorig jaar ook. Het voorjaar was eigenlijk heel goed. Iedereen hield zich keurig aan alle maatregelen. Maar zodra het seizoen vorderde, werd die bereidheid wel wat lager. Ik probeer me wel te houden, maar ja, het is vooral, je bent weer ergens of zo. Je bent weer, het is gewoon heel lang geleden dat je weer in het pretpark bent geweest. Dat is ook gewoon heel leuk en dan vergeet je eigenlijk die corona helemaal. En wat vinden jullie nou het leukste hier om te doen? De achtbaan over de kop. Ja. Ja? Ja. En wat nog meer dan? Suikerspin eten. Ja.